Hallo mensen van Noorgamen, tof dat jullie maar weer kijken naar een nieuwe episode van Minecraft Skywars hier op Noorgamen. Ik heb er natuurlijk weer heel veel zin in om deze nieuwe video voor jullie te gaan maken. Hopelijk hebben jullie er allemaal weer zin in om deze nieuwe video te gaan kijken. En dan gaan we gelijk lekker beginnen met het nieuwe potje van Minecraft Skywars. Zoals ik had voor de... Oh yeah, beste beginnen ever. Twee enderpearls, dat is nooit verkeerd. Want met twee enderpearls kun je namelijk teleporteren naar elke plek die je wil. En dat is niet zomaar wat. De vorige episode hebben wij uiteraard gewonnen. Ook door enderpearls eigenlijk. Want die enderpearls die hebben namelijk de vorige episode ons leven gered. Heb je die episode niet gezien, dan kun je altijd even hier beneden in de beschrijving kijken voor de Minecraft Skywars playlist. En dan word je daarna doorverbonden. En dan kun jij in die Minecraft Skywars playlist eigenlijk alle episodes kijken die al geüpload zijn. En natuurlijk ook de episodes die nog geüpload gaan worden. Tenminste, die kun je nu nog niet bekijken. Maar wel wanneer die ook geüpload zijn. Dus dat wou ik jullie even mededelen. Dat jullie op die manier een beetje op de... Ik had het in het begin van de episode nog over dat enderpearls levens redden. En nu ben ik eigenlijk gewoon letterlijk dood gegaan door een enderpearl. Ik zal jullie even heel kort uitleggen. Ik werd namelijk een aantal keren geraakt in mijn rug. Geen idee door wie. Waarschijnlijk was iemand met een enderpearl naar mij toegekomen of toegestapeld. En op dat moment was het gewoon een soort van reflex van gooi die enderpearl naar een andere plek. En toen werd ik eigenlijk gewoon gedood door die enderpearl. Omdat ik namelijk nog maar een hartje of zo had. Of twee hartjes. En daardoor ben ik dus eigenlijk gewoon vermoord door een enderpearl. Ja, laat ik de bijtitel van de vorige episode maar snel gaan veranderen. Nee, dat is flauwkul. Jongens, ik ben vermoord door een enderpearl. Dat is eigenlijk wel de lulligste manier, denk ik, in Minecraft om dood te gaan. Samen met vermoord worden door gravel. Ook weer zo'n manier waardoor je liever niet dood wil gaan. Dat staat er namelijk gewoon op je virtuele grafsteen. Vermoord door gravel. Dat is gewoon iets wat je niet wil, oké? Er zijn dingen in Minecraft die je gewoon niet op je geweten wil hebben. En dat is gewoon doodgaan door gravel. Dat is iets wat niemand wil. Dat wil jij niet. Dat wil ik niet. Dat wil gewoon niemand. En dat moet je dus ook proberen te voorkomen. Want als het wel gebeurt, ja, dan sta je me toch wel even een partijtje voor lul. En dat is niet leuk. Dus, dan weten jullie dat. Oh, oh. Je dacht toch niet serieus dat ik met je wou teamen? Je dacht toch niet serieus dat ik met je wou teamen, mijn jongen? Mijn jongen had een enderpearl. Of ik had een enderpearl. Ik heb geen idee wie een enderpearl had. Ik denk eigenlijk hij, maar ik weet het niet zeker. Want sommige dingen in het leven zijn nog niet helemaal zeker. Ik heb het idee dat hij mij wil vermoorden. Hij kijkt zo naar me met zijn rare hoofd. Ja, tuurlijk. Ja, dat zou ik ook zeggen. Je staat trouwens bovenaan op het leaderboard. Geen idee of dat goed is. Ja, het is sowieso natuurlijk wel goed als je bovenaan zit op het leaderboard. Alleen het staat zeg maar over een nul. Dus dat is vrij raar dat ik dan bovenaan sta. Kut, hij had een beter wapen als mij. Dat sowieso. Ja, hij heeft een betere wapen als mij. Daar wil ik geen ruzie mee. Daar, nee, daar wil ik echt geen ruzie mee. Nee, hij kijkt zo naar me. Ik wil natuurlijk teamen met jou, dus ik zal het even laten weten. En natuurlijk kan ik ook gewoon, weet je, ik ga deze even kapot, want misschien krijg ik dan wel een iron sword. En dan kan ik hem wel aan. Alleen nu kan ik hem even niet aan, omdat hij namelijk betere gear heeft als mij. En dat is ook vrijwel de reden waarom ik hem nu maar even niet aanval. Ik heb nu wel een pickaxe die trouwens 5 damage doet. En wat hij heeft doet maar 0,25 damage meer. Dus ik zou hem uiteraard kunnen aanvallen. Maar nog steeds weet ik eigenlijk niet of dat wel een handig idee is. Want hij kan me alsnog killen met hetgene wat hij momenteel bij zich heeft. Ik zou hem eventueel eraf kunnen gooien natuurlijk zometeen met mijn eieren. Maar daarvoor zou ik beter nog even kunnen wachten, denk ik. Zodat ik zeker weet dat hij maar niets kan doen. Want ik vertrouw het toch nog steeds niet helemaal. Kijk, nu kan ik naar hem toe. Nu heb ik namelijk een iron sword. En dan kan ik... Deed ik dat nou? Wat? In één keer gaat die chest heel random open. Ik heb wel blokjes nodig. Die heb ik gelukkig. Ja, hij weet niet dat ik goede gear heb. Ah, dit vind ik lullig. Weet je wat we doen? Weet je wat? Zo. Ik ben een aardige jongen. Hij gaat me aanvallen. Ik heb zo vermoeden dat ook hij niet te vertrouwen is. Als hij hem nu aanvalt, heeft hij geen leven. Oh. Oh, wat? Oh, thanks. Oh my god, hij is echt aardig. I'm a bitch. Wauw, iemand is te vertrouwen. Dat is nieuw. Dat is serieus echt nieuw. Dat is echt nieuw. Niet dat ik... Dat ik niet bij... Oh. Oh yeah. The best teamer ever, bitch. Kijk, dat doe ik even voor hem, hè. Dat doe ik even voor hem. Oh yeah. Als hij... Oh, wacht. We moeten elkaar killen. Wait. Kut, we moeten elkaar killen. We zijn er laat overgebleven. Wacht. Wait.
Wait. Kut, we moeten elkaar aanvallen. Ah, zo creepy. Oh. Oh, yeah. 3, 2, 1, right? Yeah. Oh my god, dit is zo spannend. Wacht. Ja, ik moet je doden. Ik spijt me echt, maar ik moet je vermoorden. Dit is het potje. Als ik je nu niet vermoord, dan komt er geen winnaar. En ik neem aan dat jij ook een winnaar wilt. Oh, dat is zo leuk dat ik niet met hem kan praten, jongens. Maar ik denk dat hij snapt wat hij bedoelt. Hij bedoelt 3, 2, 1. Ten eerste, ik neem aan dat hij dat bedoelt. Dus. Ik neem aan dat hij dat bedoelt. Ik weet niet wat hij nu gaat doen. Oké. Job, we moeten duelleren. Oh, het is een Nederlander. Inderdaad. Ja, maar ik kan niet praten. Wacht even. Multiplayer settings, comments only. Wacht. Wait. Oké. Let's go. Ik tel af. Ja? Het is gewoon een Nederlander. Ik denk al van waarom valt hij me niet aan? Nee! Wat doe je? What the fuck? Wat deed hij? Ik zeg tegen hem wacht. Hij zegt oké. Ik zeg ik tel af. Wat? Oh my god. Dit vind ik echt lullig. En dat is ook vrijwel de reden waarom je eigenlijk gewoon Skywars moet spelen. En niet altijd moet denken van oh hij hoort bij mij. Ik moet hem niet aanvallen. Want dan krijg je dus zulke soort momenten. Ik wou namelijk nog even met hem teamen. Ook al sloeg hij me 2 keer. Ik wou nog tegen hem zeggen van stop wacht weet je. Want het werd anders een beetje oneerlijk. Maar in ieder geval. Ik ga opnieuw proberen. Het was een beetje een lullige dood, maar vanaf nu ga ik dus ook gewoon echt iedereen aanvallen. Want team heeft dus blijkbaar geen zin. Mensen zijn gewoon eigenlijk niet te vertrouwen in zulke soort dingen. Het is ook over het algemeen natuurlijk wel logisch. Het is namelijk een minigame en in deze minigame moet je elkaar killen. En dan is het ook logisch dat mensen dat doen. Alleen het is wel jammer dat het dan zo is dat je denkt iemand te vertrouwen. Dat hij je dan toch aanvalt op het moment waarbij jij het niet verwacht. Ik moet wel zeggen, slimme zet van, want ik had namelijk serieus niet verwacht dat hij me zou gaan aanvallen. Wat? Ik heb nog gewonnen ook met een half hartje. Oh my god, hoe de fuck heb ik dat voor elkaar gekregen? Heb ik die enderpearl? Ik haat mijn leven, ik heb die enderpearl gegooid. Geen probleem, ik leef nog en daar gaat het om. Ik bedoel, ik heb misschien wel die enderpearl gegooid, maar hetgene waar het uiteraard dan uiteindelijk toch nog om gaat is dat ik nog in leven ben. Oké. Het gaat nog goed, jongens. Het gaat nog goed, jongens. Ik leef nog en daar gaat het over het algemeen om. Ik bedoel, zolang we nog leven hebben we eigenlijk vrijwel tot niets te klagen. Dus laten we gewoon proberen ook gewoon niet te klagen. En gewoon te concentreren op wat er om ons heen gebeurt. Oké, jongens? Moet lukken. Die kerel daar daarentegen, die vindt het... Wacht even, heb ik flinterstiel bij me? Heb ik echt geen flinterstiel? Ik zou het heel leuk vinden om nu even mijn eigen dingetje op te kunnen blazen. Ik heb namelijk 17 T-blocks, dat is echt heel veel. Wacht even, die kerel daar... Oeh, bijna jongens, bijna. Oké, momentje. Ik vertrouw dit echt niet, weet je dat? Wacht, oh wacht. Ah, baal, ik had hem denk ik echt wel kunnen vermoorden. Ik had hem alleen van me af moeten slaan zodra hij naar mij toe sprong. Dan had ik namelijk een soort van knockback effect naar hem toe kunnen geven. Dan had ik hem dus wel kunnen vermoorden. Maar dat is mij jammer genoeg niet gelukt. Waar ik over het algemeen dus best wel getreurd door ben. Want ik had het namelijk leuk gevonden om hem te kunnen vermoorden. En dit is degene die mij net vermoorde. Jij. Waarom? Nee, geen probleem. Een beetje jammer, maar weet je wat het was? Oh, hij zag de chat niet. Ik wou net zeggen, want ik zei al tegen hem van wacht, stop. Wel raar dat hij de chat niet zag, want er was namelijk met mij aan het chatten. En in één keer zag hij het niet. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Ik bedoel, ieder kan een keer een vergissing maken waardoor je per ongeluk je dierbaren vermoordt.
In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken voor deze nieuwe episode van Minecraft Skywars. Vond je hem leuk? Dan hebben we een blauw duimpje achter. Abonneer op Doe Maar Gamen voor meer dagelijkse gaming content. Waaronder deze serie Minecraft Skywars. Je komt natuurlijk niet dagelijks op Doe Maar Gamen. Maar je komt best wel vaak online. Dus wil je op de hoogte blijven van wanneer er een nieuwe video wordt geüpload van deze serie? Dan moet je zeker weten of op dat like knopje drukken. En natuurlijk even abonneren op Doe Maar Gamen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode van Minecraft Skywars. Hier op Doe Maar Gamen. En dan zeg ik. Ciao.